Sales of Identity is een digitaal platform wat gebouwd is voor de burger, waarbij hij zijn digitale identiteit zelf kan beheren, zowel online als offline. Dat je gegevens over jezelf verzamelt, dat je die laat waarmerken door partijen zoals overheden, banken, andere bedrijfslevens. En dat je die gegevens dus zelf kunt gebruiken voor het aangaan van allerlei elektronische transacties. Het complexe is dat wij in de erkenning van jouw bestaan antwoord moeten vinden op die handhaving en die zorgplicht, zonder dat wij die centrale autoriteit worden die wij nu zijn. De burger krijgt controle over zijn eigen persoonsgegevens en kan zijn eigen privacy beheren. Voor het bedrijfsleven lost het het probleem op dat ze de gegevens van de burger kunnen gebruiken op een digitale manier en die gegevens zijn automatisch gevalideerd en ook meteen te verwerken. Self-Sovereign Identity Framework stelt ons als overheid in staat om de informatieverzamelwoede te beperken en jou eigenlijk terug in de gelegenheid te stellen om regie over je eigen gegevens te voeren. Het helpt de burger beschermen als het gaat over zijn privacy en over zijn gegevens. Maar het helpt de bank ook om effectiever en beter zaken voor klanten uit te voeren. Banken die verzamelen gegevens over mij zodat ze een rekening voor mij kunnen openen. Als een verzekeraar straks naar dezelfde gegevens gaat vragen, dan kan ik gewoon een uitspraak van de bank die de bank heeft gewaarmerkt aan die verzekeraars geven. Waarin staat, de bank heeft deze gegevens al. En dat betekent dan dat de verzekeraar die gegevens niet meer hoeft te verzamelen, want ze weten waar ze ze kunnen halen. De meest eenvoudige toepassing is bijvoorbeeld het huren van een auto of het huren van een hotelkamer online. Waarbij je normaal allerlei persoonsgegevens moet ingeven en nu gewoon met één verklaring kan zeggen, dit ben ik en ik heb deze kamer gehuurd. Zoals we daar nu naar kijken is dat een gebruiker een app op zijn telefoon krijgt waarin hij informatie over zichzelf verzamelt en die informatie ook weer uit kan geven in elektronische transacties. Self-Sovereign Identity is gebaseerd op blockchain-technologie. Blockchain-technologie is decentraal en is cryptografisch beveiligd. Het zorgt ervoor dat persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden tussen partijen, zonder dat de inhoud van de persoonsgegevens bekend wordt. Door de intensieve samenwerking tussen alle deelnemende partijen hebben we met z'n allen het vertrouwen gekregen dat het Self-Sovereign Identity Framework voor de toekomst een succes gaat worden.